Yo, beste kijkers van YouTube Kanaal, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag spelen we Minecraft en we gaan Skywars'en. Skywars, game mode, daar ben ik nog helemaal niet goed in. Ik ben nog echt aan het leren Skywars. Ik vind het wel een leuke game mode om te doen. En ja, ik hoop dat het een beetje een leuk level is. Het ziet er wel awesome uit. Ik heb er pas geleden een paar uurtjes gespeeld met een paar man. En op zich, op een gegeven moment begon ik het wel door te krijgen. Maar het blijft nog wennen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Want het gaat er wel om, hè. Ik hoop dat ik wat kills kan maken. Ja, nog 2 seconden wachten. En dan let's go do it. Even kijken. En wat is het hier? Kom op, opschieten. Ik heb de spul nodig. Hebben we nog meer? Nee. Ik heb niet meer. Even kijken. Oh, die wou ik niet, ik wou die. Ik moest iets doen. Ja, wat gaan wij doen? Ik kan heel weinig gaan doen. Ik heb echt te weinig spul. We moeten echt heel snel zijn. En daar ik ergens een kist kunnen pakken. Maar ik ben er bang voor niet. Maar we gaan het zo meteen wel zien. Diamonds heb ik nog allemaal. Even kijken. Oh wacht, ja natuurlijk. Dom voor mij. Wil ik diamonds gaan smelten, terwijl ik de diamonds al gesmolten had, dan heb je ook zoiets van, oké. Okay. Ik vraag me af of die gast die aan die kant staat, of die er al af is. En ik moet heel even in die boom gaan kijken of daar niks meer ligt. Nee. Kom op. Oké, ik ben flink bekogeld. Oh, nice. Er zit gewoon een geheime kist. Lekker. Oh, die was echt nice. Ik kon goed gebruiken in zo'n kist. Hop. En dan nu weer omhoog zien te komen. En daar gaan we. Hop. Sakkerie. Oh shit, ik heb een zwaard nodig, ja. Oh my god, ik had geen zwaard. Wat doe ik? Oh, dat was helemaal niet zo slim. Oh, zonder zwaard. Nee, waarom moest dat mij ook weer dan overkomen? Ik ga spelen Snakes. Oh. 1. Yep, sakkerie. Snakes, eens even kijken. Oh ja. Wauw, dit is awesome gemaakt, deze map. Dan gaan we even op een paar mensen wachten. Dan gaan we dan beginnen. Ik heb vandaag weer iets erbij geleerd.
dat je je hele skyblokje even helemaal moet omspitten, want er kunnen overal eens geheime verborgen kisten zitten. Nou, zo leer ik onder het spelen heel veel bij. En dat is ook wel handig. Alles wat ik weer leer, daar heb je wel wat aan, hè? Nou, let's do this. Ik ben benieuwd. Wee. Oh. Waar zitten die kisten? Zit die helemaal onder of zo? I don't know. Ik ga gewoon even onder kijken. Hallo, kistjes. Maar slechter spul dan dit kun je bijna niet hebben. Oh wacht. Wauw. Ja. Ik kan daar wel genoeg van enchanten. Ik heb genoeg punten daarvoor. Maar of ik daar niet zo blij mee van moet worden. Dory. Niks ervan. Je gaat me niet lastig vallen, meneer. Oh, lekker wat diamond spul op zakkerie. En dan meteen even aantrekken. Nou, doen we die schoentjes maar aan. Oh wacht, nee, ik had al schoenen aan. Ja. Ik kan hier toch ook helemaal niks tegen gaan beginnen. Wat moet ik hier tegen gaan beginnen? In gods hemelsnaam. Ah, weet je. Je weet nooit, hè. Auw! 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 Nee! Hij zit achter me. Ik krijg ook helemaal geen pijl en boog of zo. Ah, jammer dit. Nog een potje. Ik vind het echt leuk om te doen. Maakt ook helemaal niks uit hoe slecht ik erin ben. Het gaat om de fun. En we gaan spelen op Mystic. Oh. 4, 3, 2, 1 en Mystic. Even kijken. Kisten. Waarschijnlijk aan de zijkanten zo te zien. Maar ja, we gaan het zo zien. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat het goed gaat. Dat ik weer een kill kan maken. Zoveel kills hebben we nog niet kunnen maken bij Skywars. Maar ja, je begint natuurlijk bij het begin. Hè? En dat begin dan ben ik wat langzamerhand aan het maken. En als ik het begin door heb. Dan weet ik daar ook precies hoe alles werkt. Al lekker lava buckets. Dat ik de hele toko in de hand zetten. En dan even hier omlaag. Even kijken, ligt hier nog iets? Ja. Ah, wel diamond swords. Diamond boots. Waar dat volgens mij? What? Are you killing me? Waarom komen ze elke keer zo snel naar me toe? Ik vind dat helemaal niet zo leuk, joh. Ze moeten wat meer geduld met mij hebben, ja. Maar dat zijn van die mensen, of ze betalen volgens mij voor de kids of zo. Ik weet het niet, maar... Het is niet dat ik bepaald kan zeggen van... Ah ja, jippie, het gaat super. Maar ja, maakt niks uit. We gaan naar deze map. Eens kijken wat hier te beleven valt. En ik kom ervan, dan heb ik weer mijn diamond sword niet goed staan en dan is het... Wat moet ik doen? En dan ga ik uit paniek, ga ik loop te scrollen op zoek naar mijn diamond sword en dan ben ik er weer voorbij. En dan is het... Doei doei! Dan hebben ze me. Let's do this! Hoppa. Kist nummer 1. Nou, nu niet zo dom gaan doen. En gewoon weet wat ik doe. Kom op, ik kan het wel. Zet die even op nummer 1 neer. Oh. Nou, even die eieren bij elkaar. En dan trekken we die even aan. Oh. Oké. Okay. Ik zoek naar mijn laatste kist. Hebben ze dat ding verstopt? Oh, wacht, hier. Niet heel veel spul. Wel weer een diamond sword, maar...
En een Diamond Sword, daar heb ik gewoon weinig aan. Ik heb al een Diamond Sword. Ik had liever iets anders gezien, maar ja. Verdorie! Het gaat echt niet goed bij mij. Zullen we dan nog één potje proberen? En nog eentje. De allerlaatste die ik ga proberen voor deze video, want... Dan ben ik er wel weer voor vandaag even klaar mee. Gaan we even 5 seconden wachten. 4, 3. Oh ja, kijk, daaronder staat hij trouwens. Tussen mijn hamburgers en mijn hartjes in. Even kijken. En we gaan naar. Weet je, we pakken gewoon een hele grote biomus. 36 man of zo? Holy crap. Het gaat om leven en dood. Zo, hé. Hey. 9 seconden te gaan en dan zitten we weer in het spel. Dan ben ik benieuwd hoe die gaat hoor. Zou ik nu eindelijk mijn eerste kill kunnen gaan maken in deze video? I don't know. Ik moet alles nog leren. Dat geldt ook voor mijn vorige video die ik toen heb gemaakt van Minecraft. Van het parcouren ging ook niet helemaal lekker. Dit moet ik nog leren. Maar dat komt vanzelf wel. Heel veel mensen zeggen ook altijd van... Skywars, als je in het begin even door hebben, heb je door, dan gaat het vanaf dat moment ook meteen makkelijker. Ja, oké. Okay. Dit is er allemaal niet voor bedoeld, joh. Ah, oké. Oh nee, dit is crafting table. Kom op. Kijk, hier is... Oh. En zo'n kistjes, die wil ik meer zien. Ik ga nog gewoon even verder gaan. Misschien kom ik daar nog wel een kist naar tegen. Weet het nooit. Hey, ik heb een kill. Nice. Eerste kill van deze video. En nu moet ik doorgaan. Ik vraag me af of je nog echt ergens een kist onder kan gaan leggen. Volgens mij niet. Ik ben even aan het zoeken welke kant ik het beste op kan gaan. Ik ga even naar deze kant toe, denk ik. Kun je nog iets kunnen vinden? Ik denk het niet, maar... Je weet het nooit. Ja, deze heeft ook al alles uitgegraven. Ik zou nog hier tussen het zand kunnen kijken, maar... Daar houdt het ook al snel op, zo te zien. Maar je weet het nooit. Alles even uit, altijd uitgraven. Op. Nee, er gaat niks tussen liggen. Nee. Het is ook al alles uitgekampt, volgens mij wel, maar we gaan nog even poging wagen. Nee.
Ja. Oh, wacht! Oh. Goed dat ik even aan het kijken ben. Dit is wel heel nice. Ja, doe die even aan. Ik wil even die dingen kapot slaan. Craft heb ik ook helemaal niks. Maar ik heb wel alweer 4 golden apples erbij. Zou ik een poging wagen? Ik ga gewoon een poging wagen om naar die kant toe te gaan. Er ligt nog een kist. Ik hoop dat ze er niet in zijn geweest, maar je weet het nooit. Het gaat gevaarlijk worden, denk ik. Maar ja, we zijn er zo. Het is gewoon even doorbouwen. Nog 10 blokjes, ga ik dat redden? Oeh, net denk ik. Heel even. Dan maar wat damage erbij. Gaat hij niet zeggen dat ze hier al zijn geweest? Wel dus. Nee. Hij heeft helemaal van niks naar deze kant toe geweest. Maar, ik vraag me wel één ding af. Hier hebben ze weer dingen laten staan, hè? Visjes. Lekker. Oké, even denken. Hoe gaan we dit aanpakken? Zo. Ik lijk. Dit is wat ik heel even ga doen. Ik ga heel even het gat groter maken. Kom op. Zwemmen! Oh, nice. Ik ben er. Niks hier in de bomen laten zitten of zo? Nee. Jammer. Ja, hun kolwamen zijn van deze kant afgekomen. Dan ga ik vanuit deze kant. Of er nu logica in zit, I don't know. Ik denk het zelf van niet, maar ja. Ah, nee. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ga omlaag, val. Ah, jammer dit. Jammer. Ach, ja. Ik heb dan een paar kill, of één kill kunnen maken, hè. Gelukkig maar. Zou ook wat zijn geweest als ik een video kan maken zonder kills te maken. Kan natuurlijk ook altijd gebeuren. Maar ja, gelukkig bij deze niet. Dan wil ik je allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hoop echt tot de volgende keer.